Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik je mijn veelproducten van juli en augustus laten zien. Ik heb hier een mandje met producten. Zoals ik het zie, zitten er niet zo heel veel producten in. En dat is natuurlijk altijd wel een pluspunt, maar er zijn er toch wel weer een aantal. En ik ga je dus laten zien welke producten ik niet fijn vond. Dus mocht je benieuwd zijn naar de producten die ik zeker niet fijn vond, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik begin even met een nagellakje en deze komt uit de Oh Happy Daisy lijn en dat is deze. Het is het gele kleurtje. Deze heeft de naam Drive Me Daisy gekregen en het is een heel schattig geel kleurtje zoals je kan zien. Op zich, ik zal hem even opendraaien, vind ik het kleurtje hartstikke leuk. Alleen hij brengt heel lelijk aan. Ik breng altijd twee laagjes nagellak aan, maar hij droogde zo lelijk op, heel erg streperig. En toen bracht ik daarna nog een laagje aan. En net of dat het eerste laagje weer een beetje verdween, waardoor je dus heel erg de strepen van je eigen nagels er doorheen ging zien. Dus de dekking vond ik gewoon heel slecht. Ja, gewoon echt totaal niet mooi, zeg maar. Ik merk toch, gele nagellak, dat is toch wel een dingetje. Dus nee, deze vond ik absoluut niet mooi. Dus nee, die vond ik niet fijn, helaas. Dan heb ik een bronzer van het Kruidvat. Dit is de Sunny Side Up Matte Bronzing Powder. En dat is deze. Ik heb deze in de kleur 010 Natural Tan. En het belooft een luchtige bronzer te zijn voor een warme, natuurlijke, gebronsde tint. En een matte finish te hebben. Hij zou met de huid versmelten en zorgen voor, verzorgen met de druivenpitolie die erin zit. Nou, op zich ziet het er allemaal prima uit. Ik ga hem er eventjes bij pakken. Hij ruikt ook echt wel heel lekker. Ik heb ook echt wel het idee dat die druivenpitgeur tot zijn recht komt. Hij ziet er verder heel mooi uit, maar deze is gewoon echt te licht voor mij. Ik ga hem even swatchen. En je moet heel goed kijken, hij zit hier. Maar ook al heb ik een lichte huidskleur, ik hou toch van een donkerdere bronzer. En deze vond ik gewoon echt te licht. De bronzer op zich is zelf denk ik wel prima. Maar de kleur is te licht. Dus ik denk als ik hem in een donkerdere tint zou hebben dat het beter zou zijn. Want deze is gewoon veel te licht voor mij. Dat is heel jammer. Maar ik hou zelf gewoon meer van een donkerdere bronzer. En dat is gewoon heel erg een kwestie van smaak. Maar ik vond deze gewoon veel te licht voor mij. Dan heb ik twee producten uit de Limited Edition Wild Escape van Catrice. Ik heb hier allereerst de Glam & Doll Volume Mini Mascara. Dit is eigenlijk gewoon de mascara in een mini verpakking die ze dus in een standaard assortiment hebben. Maar dan, omdat het een Limited Edition is, heeft hij een ander kleurtje gekregen. Maar de Glam & Doll Mascara zit in het standaard assortiment. Deze belooft dus volume. Allereerst het borsteltje. Het borsteltje is niet mijn favoriet, want ik vind hem vrij hard, brengt ook niet heel fijn aan, maar dat is altijd een persoonlijke voorkeur. Maar er gebeurde eigenlijk niks met mijn wimpers. Mijn wimpers werden wel zwart, maar ze kregen geen volume. Het rare is, ik heb een andere mini mascara uit de Glam & Doll lijn geprobeerd, ook met het volume. En die deed het dus wel. Dus het is heel erg gek dat de een het wel doet en de ander niet. Maar deze werkt in ieder geval echt totaal niet voor mij. En ook uit die lijn heb ik nog een liquid blush. En dit is de 02 Untouched Wilderness. Dit is zo'n blush in een vloeibare textuur, zeg maar. Ik vind hem wel heel mooi vormgegeven met dat goud. Maar ik ga hem swatchen. Dit is hem. Dit is de blush. En ik vind hem als blush gewoon veel te intens. Ik vind het meer een highlight kleur dan echt een blush. Want hij heeft best wel een glans. En op zich is dat niet heel erg. Maar ik vond het eigenlijk, ik vind de tint gewoon een beetje te goudachtig voor een blush. Dus daarom vind ik hem meer geschikt als highlighter. Maar omdat hij echt als blush wordt gezien, vind ik de kleur gewoon niet geschikt. En daarom vond ik deze twee producten gewoon niet fijn uit die limited editie. Dus ja, dat was jammer. Maar ja, goed.
dat hoort er ook bij, dat er soms ook dingen bij zitten die niet fijn zijn. Dan heb ik de exfoliating sponsjes. En dit zijn van die sponsjes die, ik ga ze er even uithalen, zouden je huid een soort van glanzend effect geven. Je krijgt twee sponsjes. Zo zien ze eruit. Je kunt dus heel handig je vingers er zo insteken en dan kun je de achterkant gebruiken om je gezicht mee schoon te maken. Nou, ik heb het gewoon gebruikt zonder make-up. Het werkt heel makkelijk. Je maakt het sponsje nat. En daarmee ga je over je gezicht heen. En dan zal je dus een exfoliating effect krijgen. Dus eigenlijk je huid zal wat meer glanzen en heel schoon aanvoelen. Allereerst vind ik de sponsjes nogal hard in gebruik. Ik vind niet dat het heel lekker aanvoelt op de huid. Je maakt wel zachte ronde bewegingen, maar het was niet dat ik zeg van nou wat voelt dit lekker aan. Je kunt ze meerdere keren gebruiken. Je spoelt ze eigenlijk na gebruik goed uit en je merkt vanzelf als die aan vervanging toe is, want je kunt ze niet wassen ofzo. Maar ik zag niks met mijn huid gebeuren. Het werd voornamelijk bij mij wat rood omdat het sponsje nogal hard was en ik zag niet die mooie huid die je van deze sponsjes zou kunnen krijgen. Dus nee, deze sponsjes, ik heb ze bij de Action vandaan, vind ik geen aanrader. Ik vind het in ieder geval niet werken. Dus die zou ik ook zeker niet aanraden. Het laatste product wat ik heb, dat is ook een mascara. En dit is de Lash Like a Boss Instant Volume en Length Mascara. Maar deze is waterproof. Dat is deze variant. Ik heb ook de roze-paars variant geprobeerd. Die vond ik echt heel fijn. Ik zag letterlijk echt verschil met mijn wimpers. En op zich zou je denken, er is niet zo heel veel anders aan deze. Behalve dat die een waterproof formule heeft. Het borsteltje is gebogen. Het is een borsteltje waar ik blij van word. Dat absoluut. Hij is waterproof. Dat kan ik je wel vertellen. Want ik heb hem ook even getest door hem onder water te houden. Nou, niet de mascara, maar ik had hem even op mijn hand geswatcht en toen heb ik die onder water gehouden. En ik zag inderdaad echt dat hij niet uitliep. Dus waterproof is hij zeker. Alleen in tegenstelling tot de roze-paarse variant gaf deze absoluut geen volume en lengte. En dat vond ik toch wel heel bijzonder, want het zijn eigenlijk twee dezelfde mascara's. Alleen deze is waterproof. En ik zie toch niet hetzelfde effect wat die andere mascara geeft. En dat vond ik op zich wel verbazend. Ik heb het wel vaker gezien bij mascara's dat het anders kan zijn. Maar deze deed dus gaf geen volume en ook geen lengte. Dus de paarse variant daarentegen wel. Maar de blauwe variant dus absoluut niet. Dan waren dit mijn veel producten van juli en augustus. Als je eigenlijk naar de aantal producten kijkt die ik niet fijn vond, valt dat reuze mee. En dat vind ik altijd wel een goed teken, want de meerderheid vond ik dan toch fijn van de producten die ik getest heb. Deze limited editie Wild Escape die is inmiddels ook niet meer te koop. Of hij moet nog in de sealbak liggen. En dat geldt eigenlijk ook voor de Oh Happy Daisy nagellak. Ik ben eigenlijk benieuwd of jij al eens een van deze producten hebt geprobeerd. En of dat jouw mening misschien anders is. Misschien vond jij de producten die ik heb laten zien juist wel heel fijn. Dat kan natuurlijk, want meningen verschillen. Laat het zeker even weten in de comments. Misschien was je nog benieuwd geweest naar een van deze producten. En denk je nu van oké, laat maar zitten. Dat kan natuurlijk ook. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf staat de rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video van mij online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!